De langbeloofde Q&A. Met een heleboel vragen van jullie. En wat zit er nog meer in deze Ribe de Bie? Nederlands kampioen bij de junioren, Daan van Sint Maartensdijk. En na 2 weken op Grijpels Bike, wat zijn mijn bevindingen? Welkom weer bij een nieuwe Ribe de Bie. Geen koers deze week. Genoeg getraind hè, afgelopen week. Komende week staan er weer wedstrijden op het programma. Daar heb ik eigenlijk toch wel erg veel zin in. Maar genoeg in deze Ribe de Bie, want kijk nou wat ik afgelopen week tegenkwam op YouTube. We hebben allemaal frisse sokken. Even echte Green Tigers. En zo naar Ribe de Bie. We volgen je allemaal. Shoutout naar jou. Ja, ik was echt ontzettend verrast hè, toen ik dat zag. Ik ben geabonneerd op Ahoy. Hartstikke leuk dat jullie allemaal kijken. Shoutout terug en kijk eens op dat kanaal. Heel leuk. Straks nog meer shoutouts in de Q&A. Maar eerst Grijpels Bike. Ik heb er nu 2 weken op gereden en ik vind het echt een fantastische fiets. Wat echt gaaf is aan deze fiets, hij vliegt door de bochten, hij snijdt er doorheen, het gaat werkelijk als een speer. En in sprinttrainingen, ik kan gewoon merken, iedere klap is raak. Hier zit een stickertje op, tested en pavé, getest op kasseien en dat kan je ook merken. Slechte weg, ik heb nog niet echt over kasseien gereden, maar vooral slechte weg. Hij vliegt er overheen. Echt een schitterende fiets. Niet alleen om toertochten mee te rijden, maar ook zeker voor wedstrijden. Tada! De langbeloofde Q&A, question and answer. Ik heb een heleboel vragen gehad en ik ga die niet in 1 aflevering allemaal kunnen beantwoorden. Daarom doe ik nu een gedeelte en over een paar weken. Dus zit je vragen niet tussen, geen probleem, je komt nog aan bod. Een vraag van PCM Cross. Wie supporter je in het wielrennen en in het veldrijden? In het wielrennen is dat niet zo moeilijk, want het zijn voornamelijk de Zeeuwen hier zo die ik al een klein beetje ken. Johnny Hoogeland, Marco Minnaert, Brian Breakaway van Goetem. Als die nou een keer winnen, bijvoorbeeld Johnny Hoogeland het Nederlands kampioenschap een paar jaar geleden, vind ik nog steeds de mooiste overwinning. Dus die supporter ik echt. De Nederlands kampioen wielrennen in 2013. Alle ellende, alle verdriet en alle pijn in 1 keer weggefietst. Maar bijvoorbeeld, ik ben ook voor Sagan en ik ben ook voor Cancellara. Genoeg renners die ik echt mag als coureur hoe ze wedstrijden rijden. En in het veld rijden, ja, Mathieu van der Poel is toch wel de mooiste renner. Ook zijn interviews zijn prachtig, daar ben ik toch ook fan van. Hoewel, Tom Meeuwissen, dat vind ik ook een mooie renner. En vooral ook omdat hij technisch zo ontzettend goed is. David Vissen, jij had een leuke vraag. Waarom heb jij vaak een pet onder je helm? Ja, dat doe ik niet inderdaad omdat het alleen leuk staat, maar ik zweet echt enorm. Als ik nog maar een paar minuten aan het fietsen ben, dan loopt het zweet in mijn ogen. Ik heb wel eens vaseline geprobeerd om in mijn wenkbrauwen te smeren. Ten eerste, dat ziet er niet uit en het rijdt gewoon ontzettend vervelend. Dus daarom draag ik een pet. Tada! David heeft nog een leuke vraag. Denk jij dat er nog doping wordt gebruikt in het wielrennen? In sport wordt altijd wel vals gespeeld. En je ziet het niet alleen met wielrennen, je ziet ook in andere sporten. Dus ja, ik denk een motortje, misschien iets nieuws waarover we een paar jaar wat weten. Het zal best. Alleen ja, wanneer het niet aantoonbaar is op dit moment, kan je niemand iets verwijten. Gabriel Melging die vraagt, wat is je lievelingsstripfiguur? Purno de Purno. Bubby.
Bas Rakert die vraagt: hoe lang zijn jouw gemiddelde trainingsrondes? Wat is je gemiddelde tijdens een trainingsronde en hoe vaak doe jij dat per week? Nou, trainen doe ik ongeveer 4 à 5 keer in de week. Soms ook 3 keer hoor. Dat komt ook wel eens voor als ik bijvoorbeeld druk bij werk heb of met andere dingen. Hoe lang ik dan gemiddeld ga? Van 50 minuutjes tot 2,5 of 3 uur. Van korte pittige trainingen tot lange duurtrainingen. Ja, en wat is dan je gemiddelde? Gemiddelde is niet zo belangrijk. Zeker omdat ik voor wedstrijden train, is het veel belangrijker dat je eigenlijk gewoon heel hard kan rijden en ook heel lang kan rijden. Een gemiddelde, dat zegt niet zoveel. Zeker ook over een wedstrijd. Vaak ook, dan heb ik dat lage gemiddelde zijn gereden. En dan denkt iedereen, ach, dat is makkelijk te volgen. Want dan is het bijvoorbeeld, heel hard is het gegaan qua maximum. En dat is ook wel eens andersom. Soms heb je wedstrijden gereden van 41, 42 per uur. En dan denk je, ja, eigenlijk was het wel goed te doen vandaag. Tadaa. Steven Vriends die vraagt zich af: welke tour vind jij het leukst om naar te kijken? De grootste, de Tour de France, vind ik toch nog wel 3 weken lang een spektakel. Maar de Giro qua parcours, qua land vind ik het ook veel mooier. Qua mensen, ja, dan moet ik toch echt kiezen voor de Giro hoor. Es quedan todavía 350 más de desnivel en este último tramo de ascensión al Col de la Lombarda. Next Gaming Zone heeft een vraag: heb jij nog tips voor warm rijden voor wedstrijden? Ja, dat moet je eigenlijk altijd zelf uitzoeken. Dat is bij iedereen verschillend. Ik zelf ongeveer een half uurtje, 35 minuten probeer ik warm te rijden. En dan probeer ik zeker 3 sprintjes te doen. Waarvan er eentje echt bijna tot aan het maximum zit. En Jordi van der Ham die heeft de vraag, en dat is de laatste voor nu. Als je dus nog hebt, hieronder zetten. Die andere die ga ik over een paar weken behandelen. Maar Jordi die vraagt zich af: ooit iets gebroken met het fietsen? Nee. Onderbenen van schaafwonden. En hier zo op mijn knie zit ook nog een hele wond. Maar bij het schaatsen heb ik ooit een keer mijn elleboog gebroken. Hoepla! Dit was deze Q&A en dit was ook deze Ribberdeby. Je weet het, als je dit leuk vindt, duimpje omhoog. En als je het nog niet bent, alsjeblieft abonneren. Word anders gewoon even lid van Google als je dat nog niet bent. Want dan help je mij in ieder geval om dit kanaal te laten groeien. En dan zeg ik, tot de volgende week. Want volgende week gaan we weer wedstrijden rijden. Hoi!